En de achtbaan heet ook IMAX, maar dan... Of de LMAX. Ik dacht IMAX. Ik dacht gelijk aan bioscopen. Ik ga zo vaak naar de film. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik vind het leuk dat je antwoord geeft, maar laat me dan niet zo lang wachten alsjeblieft. Welkom bij No Limits 2. We gaan in deze aflevering natuurlijk achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En de allereerste mail is van Robin, oftewel Roburik. Hij zegt, beste Vincent, zoals je misschien al hebt kunnen zien op Steam, heb ik No Limits 2 gekocht. Ik ben ook direct begonnen aan iets nieuws, namelijk een RMC coaster. Ik heb er heel veel werk in gestoken, want dit is ook mijn grootste project tot nu toe. Ook heb ik wat scenery gedownload, zodat het er allemaal wat mooier uitziet. Ik heb er ook effect in gestoken. Hopelijk gaat er niets fout door die effecten en anders heb je de baan nog altijd. Hopelijk vind je hem leuk en wil je hem bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Met vriendengroeten Robin. Nou, Robin, ik kan even melden. Tijdens het laden waren er wat foutmeldingen. Dus ik denk dat die aantal sceneries niet heeft geladen en dat we die dus niet kunnen bewonderen in jouw park. Maar wat hij ook zelf zei, al met al kunnen we wel genieten van een achtbaan, een gelanceerde RMC coaster. Ik ben erg benieuwd. Ik zie daar wel een soort van poort waar we doorheen gaan. Alleen ja, ik heb dus geen effecten. Waarschijnlijk staat er rood, oranje, groen op. Een soort stoplicht, denk ik. Maar helaas, we kunnen dus niet genieten van de effecten. Moet je volgende keer eventjes alle effecten in een mapje stoppen en dan komt het hopelijk wel goed. Jazeker. Nou, dit is best wel een heel tof project inderdaad. Ziet er al heel goed uit. Ik dacht dat Roburik altijd wel grotere projecten stuurde, maar er zijn vaak zoveel mensen die achtbanen naar me opsturen. Zulke grote projecten dat ik het af en toe ook niet meer weet wie wat stuurt. Ja, hoppakee, dat is leuk. Zo'n hobbeltje naar boven. Ja, fantastisch. Ik mis wel een beetje de bomen. Ja, daar een aantal boompjes, maar misschien dat het wel custom scenery bomen waren die hij niet heeft geladen. Dus ik mag eigenlijk niks afrekenen op scenery. We moeten echt enkel kijken naar layout. En qua layout vind ik dit echt fantastisch. Een hele mooie layout. Vooral het begin ook, met dat gelanceerde stuk, begon het gewoon al goed. En het eindigt ook gewoon goed. Een heerlijk speelse baan. En we hebben genoeg snelheid gedurende de rit. En komen hier aan bij het einde met remmen. Fantastisch. Wat een coaster, jongens en meisjes. Heerlijk om te zien. Hij heeft lekker de ruimte genomen. Lekker breed gebouwd. Niet echt heel compact. Jammer dat we geen scenery zien. Want misschien is het zo gebouwd op de scenery. Dat je hier tussen allemaal prachtige objecten ziet. Maar helaas heeft hij dus niet kunnen laden. Ik vind vooral dit stuk is ook echt gigantisch gaaf gedaan. Moet je kijken. Er komt de achtbaan. Hoppakee, over de kop. En dan gaat hij door en dan gaat hij nog een keer over de kop. Ja, echt heerlijk om te zien. RMC coasters mogen echt snel naar Nederland komen, wat mij betreft. Of inderdaad in Walibi Holland dat ze de Robin Hood gewoon even weghalen en vervangen voor een RMC coaster met een paar inversies erin. Perfect. Goed genoeg voor Walibi Holland. We gaan door met de volgende mail en ook de volgende achtbaan. Hoi Vincent, dit is mijn tweede No Limits 2 achtbaan. Ik heb er erg mijn best op gedaan en ik hoop dat je hem leuk vindt. PS, wist niet of ik dit als bijlage moest doen of een download ding. Dus ik heb het beide gedaan. Groetjes Dave. Nou, je kan het in principe als een bijlage doen. Ik weet dat Gmail maximaal 25 MB... dat die 25 MB toelaat. En anders wordt het op een soort van Google Drive gezet, geloof ik. Iets in die zin. Maar het is allebei op de goede manier aangekomen. Dus laten we je achtbaan bestrijden. Dit is in ieder geval de Woody van Dave. Tevens weer een houten achtbaan. Ik klik op het verkeerde knopje. En de achtbaan heet ook IMAX. Maar dan, of de LMAX. Ik dacht IMAX. Ik dacht gelijk aan bioscopen. Ik ga zo vaak naar de film dat ik gewoon nu denk het staat IMAX. Maar het is LMAX. En ja, mooie omgeving. Leuk die boompjes zo. Een paar van die boompjes op die bergen. Wauw, ook een flinke hoogte als je mij vraagt. Ik ben benieuwd, want volgens mij hebben wij best wel een flinke afdaling. Kijk ook, oh gaaf, ook een vrije valtoren of een observatietoren. Ik kan het even niet goed zien. Maar volgens mij is dat wel, ja, dat wit is volgens mij wel de remmen. Volgens mij is dat een vrije valtoren. Maar we zitten nu lekker in de achtbaan. Kijk eens, een mooi beginnetje zo met zo'n mooi bochie. Fantastisch om te zien. Ik denk dat wij wel een kilometer of 90 gaan halen in deze houten achtbaan. We gaan in ieder geval helemaal stel naar beneden. We halen zeker de 90. Dat moet wel. Hoppakee, 93 km per uur. Gaan we langs het station. Schitterend.
oh, dit is weer een verschil met die RMC. Deze is natuurlijk vrij compact gebouwd. Ik vind dat altijd zoiets moois hebben als een achtbaan zo compact is gemaakt. En vooral een houten achtbaan, dat oogt echt zo lekker vol, weet je wel. Dat oogt gewoon vol, daar komt het eigenlijk op neer. Oh, heerlijk, airtime hier. Fantastisch. In de L-Max. Leuke naam ook. Vergelijken die met de IMAX, zodat, zoals ik net deed ook in het begin, gaan we langs het station ook weer. Langs het trappetje, langs de ingang waarschijnlijk. Heerlijk dit. Ja, ik kan alleen maar genieten van zulke projecten, echt waar. En die zijn ook gewoon de hele rit gewoon lekker vloeiend. Dat zijn gewoon perfecte achtbanen. Dus Dave, heel goed werk. Ik vind deze ook heel bijzonder. Ja, ondanks dat we geen inversies hebben, we hebben wel de snelheid, we hebben wel de scherpe bochtjes, helix bochtjes. We hebben van alles, dus dat is gewoon perfect voor een achtbaan. En ik denk dat we nu ook bij het einde komen, bij de remmen. Jazeker, nou echt goed gedaan. Ik wil even uitzoomen, want ja, dit vind ik echt heel vet eruit zien. Goed werk, Dave. Blijf vooral coasters sturen. En ja, op naar de volgende mail. De laatste achtbaan is toch van Roburik weer. En dan zegt beste Vincent, deze keer heb ik een gewone houten achtbaan gedaan. Oh, dan hebben we echt toevallig 3 houten achtbanen gedaan in deze aflevering. Ik heb nog veel tijd ingestoken. Ooit heb ik wat gespeeld met bomen en rotsen, maar het is een grote coaster, dus is het moeilijk om echt alles te beplanten. Maar ik hoop dat je hem leuk vindt. Snelheid raden natuurlijk en bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Met vriendelijke groeten, Robin. Ja, nee zeker. Ik snap inderdaad als je een grote coaster maakt dat het veel tijd kost om het te teamen. Maar dat is natuurlijk wel een uitdaging, vind ik dan. De achtbaan zelf heet, of in ieder geval de park heet Titanfall, maar de coaster heet Moilerback. Oké, dat klinkt heel tof. We gaan hier met een best wel scherpe bocht langs het station naar de optakeling. Echt wel heel toevallig gewoon 3 houten achtbanen. Dat is echt toevallig, want ik kies ze niet van tevoren uit. Ik doe gewoon een mailtje. Dit is dan van 30 december 2016. Gewoon aan het einde van 2016 is deze achtbaan ingezonden door Roburik, door Robin. En datzelfde geldt natuurlijk voor de rest van de mensen. Kijk eens, ook weer lekker de ruimte genomen, maar ik denk dat het helemaal niet veel tijd kost als je gewoon bomen wilt planten. Want het is gewoon een paar keer klikken, dus zoveel moeite is het niet. Ik bedoel, kijk eens hoeveel je moet klikken om zo'n hele vette coaster van 98 kilometer, bijna 108 kilometer te maken. Dan ben je gewoon veel tijd kwijt. Dus het teamen, dat hoort gewoon bij een achtbaan aankleden. Dus ik vind dat je de volgende keer gewoon lekker je tijd erin moet stoppen om gewoon hier en daar wat bomen en bosjes te planten. Want het oogt nu wel een klein beetje kaal. Maar qua layout ziet het er echt fantastisch uit. Een hele mooie coaster. Ja, en omdat hij zo hard gaat, heeft hij ook de ruimte genomen om te bouwen. Is het ook een groot veld, een grote oppervlakte eigenlijk, waar hij het in heeft gebouwd. En de snelheid blijft er ook volop in zitten. Kijk eens, heerlijk. En het volgende treintje dat vertrekt ook vanaf het station, gaan we onder de achtbaan door. Langs die rotsen, leuk aangekleed zo met die bergjes. Hoppakee. Hij gaf nog wel weer wat foutmeldingen in het begin. Dus misschien dat hij wel scenery erin heeft gestopt. Maar het laat gewoon niet in. Dus de volgende keer moet je het even... Ja, hij heeft het spel natuurlijk pas gekocht. Dus misschien is het dan heel anders dan dat hij het eerst deed. Of misschien werkt hij wel met andere dingetjes in de map. Dus met scenery objecten. Maar je moet eigenlijk gewoon volgens mij al die scenery objecten los ook meesturen. Of anders importeren in het bestand. Ik heb daar niet veel verstand van. Misschien moeten we een keer aan, als we een tutorial doen, dat we dat gelijk erbij vragen en beantwoorden. Bespreken eigenlijk met iemand die er ervaring mee heeft. Van hoe moet je nou zo'n achtbaan alle scenery inpakken. Dat ik hem gewoon juist kan spelen. Dat hij alles gewoon netjes laat. Maar dit was echt een hele mooie layout. En misschien toevallig, maar ook deze achtbaan vind ik gewoon een toppertje. En deze heeft gewonnen in mijn ogen van alle achtbanen die we vandaag hebben bestrijd tegen het onrecht en het kwaad. Heb jij een andere mening? Laat het weten in de comments beneden. En de volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van No Limits 2. Doei doei!